President Chandrika Prasad Santokhi zegt dat met het gevoerde financieel, economische en sociaal beleid het licht in de tunnel al zichtbaar is. Tijdens zijn vandaag gehouden jaarrede in de Nationale Assemblee zei het staatshoofd dat we langzaam uit het diepe dal komen. Het is niet de eerste keer dat Suriname uit zo'n moeilijke crisis probeert te komen, meent Santokhi, die verder aangeeft dat het reeds gevoerde beleid van de regering veel resultaten heeft opgeleverd. Deze zijn onlangs gepresenteerd in het boek Samen verder bouwen aan welvaart en welzijn. 2 jaar regering Santokhi-Brunswijk, waar we voor het jaar 2022 meer dan 172 resultaten zijn geboekt. En ik noem slechts enkele op. Internationaal is Suriname weer op de kaart gezet en zijn de internationale banden versterkt en geïntensiveerd. Samenwerken met internationale financiële instituten en financiële steun hebben geleid tot meer dan 1,5 miljard Amerikaanse dollar steun. Herstel van de asfaltwegen in de districten Paramaribo, Wanica, Marowijne en Para. Praktijklokalen voor technisch onderwijs in alle districten, waarbij de districten Komowijne, Nikeri, Saramaka, Wanica en Paramaribo de scholen reeds in gebruik zijn genomen voor technisch en beroepsonderwijs, om vooral geschoolde krachten te leveren aan de verschillende productiesectoren op de nationale en de internationale markt. De president zegt dat hij de kosten van levensonderhoud en de achteruitgang in de koopkracht hoog op de lijst van zorgpunten van de regering heeft staan. In de komende begrotingsjaar zal er meer aandacht worden besteed aan deze zorgpunten. Armoedebestrijding en leefbaarheidsverbetering genieten meer prioriteit van de regering in de komende maanden. En ik dank de georganiseerde vakbeweging en het bedrijfsleven voor de constructieve opstelling en de werkwijze welke men heeft gedemonstreerd onder moeilijke omstandigheden en hun voorstellen om te komen tot een betere en rechtvaardige samenleving. De regering waardeert ook de constructieve gesprekken die zijn gevoerd met de media via de Surinaamse journalistenvereniging om te komen tot een beter begrip van de omstandigheden van informatieverschaffing en de communicatie met de samenleving. Het is in deze geest, meneer voorzitter, van partnerschap en constructieve samenwerking dat ik vandaag aan u en uw geacht college deze jaarrede presenteer. Een realistische benadering van wat we meemaken en waar we zijn, maar met optimisme en een positieve attitude dat we als Surinaamse bevolking en natie deze uitdagingen met opgeheven hoofd aankunnen. De president geeft aan dat naast de moeilijke financieel-economische agenda de aandacht van de regering ook moet uitgaan naar het maatschappelijke bestel. Er moet worden gekeken hoe onze gemeenschap eruit ziet en moeten we met elkaar in discussie gaan om te weten of deze generatie zo een gemeenschap wil geven aan komende generaties.